tijd voor de kledingpresentatie. Wat ik al vertelde van de jongens, die kregen op de eerste verjaardag een gouden keelknoop. De meisjes kregen een zilveren haak die aan de netten werd geplaatst. Op die haak stonden de initialen van haar vader en van haarzelf. Dit is een vrouw in de uitgaansdracht van in de jaren 60. Het blote oorijzer. Het oorijzer werd namelijk in het verleden ook door de week overdag gedragen. Tegenwoordig is dat alleen bij speciale gelegenheden. Voor de militaire dienst en daarvoor een tijd dat er geloot werd. En Jacob, draagt de lottepetten, de lotelingenpet. Dat werd alleen gedragen op zondag. Bij kerkelijke gelegenheden, twee keer in een zomerseizoen, zolang men niet gehuwd was. Ze waren dan zo kleurrijk verpakt als pauwen in de paringstijd. Oorspronkelijk trouwde de rijke boerenzoon met de rijke boerendochter. Die waren al vanaf de geboorte voorbestemd tot elkaar.